iets is ontstaan uit een persoonlijke ervaring. Anke en ik zochten een specifiek project om in te investeren. We wilden daar rechtstreeks resultaten zien. Dat kon gewoon niet. Wat wij merken is dat wij niet de enige zijn. Dat heel veel mensen aan de zijlijn blijven staan. Omdat ze niet zelf kunnen kiezen waar hun geld aan besteed wordt. Ze twijfels hebben of er niet te veel aan de strijkstok blijven hangen. Een zeer bijzonder aspect van Net for Kids is ook dat het een toonbeeld is van transparantie. En ik vind dat ook belangrijk, omdat ik een code voor goede doelen heb vastgesteld waarin dat juist wordt bepleit. Ja, die groep die aan de zijlijn blijft staan, die blijkt heel groot te zijn. En wij merken dat als je wel betrokkenheid geeft bij een specifiek project, laat zien wat het verschil is dat je kan maken, heel transparant over te rapporteren, dat daar veel meer geld over tafel gaat. Dus ik kan u in alle opzichten aanbevelen, steun Net for Kids. De pijlers van Net for Kids zijn er vier. Zakelijk, concreet, betrokken, transparant. We kijken op die manier naar de projecten die we selecteren. We werken op die manier samen met de donateurs. En we richten onze organisatie op die manier in. My whole idea with this Child Vatavaran Center is giving the children the right environment to let them live the way a normal child should live. Net for Kids heeft een businessmodel waarbij we de kosten zo laag mogelijk proberen te houden. Dat doen we door een klein betaalteam, wat ook nog voor een deel vrijwillig werkt, een grote groep vrijwilligers aan ons te binden, maar ook een grote groep organisatiesponsors die ons op allerlei vlak met gratis diensten en goede ondersteunen. To give them the best education from the very beginning, you know, that would be the yes, something I see in the new hope. These children who have experienced the worst during their childhood should be treated with the best available facilities. Wij geloven heel erg in win tot de macht 3, zoals wij dat noemen, kubieke win. Dat betekent dat er drie partijen zijn die er baat bij moeten hebben. Natuurlijk de kinderen staat buiten kijf. En dat doen we door de beste projecten te selecteren, ze te monitoren en ze tot grotere hoogte te sturen. Maar het moet ook goed zijn voor de gevers, in ons geval natuurlijk bedrijven. Het moet goed zijn voor hen, het moet bedrijfsdoelstellingen dienen, want daar worden zij beter van. Daardoor hebben we een duurzame relatie met hen. Daardoor zijn ze trotser op wat ze doen, gaan ze dat meer uitdragen. En tot slot moet het ook goed zijn voor Net for Kids, want alleen dan kunnen we die twee samenbrengen, gevers en ontvangers. De kinderen koppelen aan de bedrijven die hen ondersteunen. Alleen dan kunnen we dat blijven doen. En is het duurzaam? Ja, in die end is het natuurlijk onze missie om meer, zoveel mogelijk kinderen van kanker naar kansrijk te helpen. Giving back the hopes, giving back the dreams that children once had in their childhood. En dat is precies wat we aan de Postcode Loterij willen vragen. Investeren in kinderhulp door te investeren in de Net for Kids organisatie. Zodat we enerzijds kunnen innoveren in onze dienstverlening, in onze duurzaamheid. En anderzijds onze organisatie gewoon heel goed kunnen inrichten.